Lars, Jozef en ik, wij willen graag samen een reis maken. Hasta la vista kan samengevat worden in één zin. Hasta la vista gaat over drie jongens met een fysieke handicap die naar Spanje reizen om hun maagdelijkheid te verliezen. Een film die in één zin samen te vatten valt, is meestal een slechte film. Meestal. Want bij Hasta la vista is dit zeker niet het geval. Dit kleine verhaal ontroert en beroert op het grote scherm. Vertrokken. We zijn naar Oslo. Oh, fuck. Klappie Flamands. Pak Flamand. Rij mij niet aan. Wil je klap voor je bek hebben? Hey, goed. Daar zijn Hasta. Wil jij een klap voor je bek hebben? Au voyage. Au voyage. La 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 la. Zeg dat juffrouw vrouw dat wij een kamer deel. Van bij haar, direct. Het onderwerp aan zich is taboe. Maar de humor in de film, waarin het onderwerp verpakt zit, maakt alles zo toegankelijk. Daarnaast is de film ook visueel erg mooi. Dit mag dan een comedie-drama zijn. In de film is zeker ook aandacht besteed aan het esthetische. Kunnen wij dan nu aan doen? Tournee generaal, seks voor iedereen. Minuten met een dwaze glimlach op je gezicht. Genot. 8 op 10. We hadden nooit gedacht dat we een komedie zo'n indrukwekkende score zouden geven.